Hola jongens, we zijn in de mall. Ja, kijk hoe schattig. Ze hebben ja. Flitterspulletjes. Aangezien ik alles kwijtraak, heb ik dit zo vastgemaakt aan mijn tas. Wauw, alsof je die stick kwijtraakt. Hij is zo vast. Ik ben zo iemand die het neerlegt en dan niet meer naar omkijkt. Oké, in ieder geval, wij gaan even shoppen. Ja. Nina was vandaag ziek. Nog steeds wel hoor. Ja, nog steeds wel, maar... Ik vind het heel lekker. Ah joh. Ik zie dat ik dood ga. Ik kan liggen, ja, ik kan gewoon wat nuttigs doen vandaag nog. Dus wij gaan shoppen. Oké, maar mensen waren helemaal hyped op Steenrijkstraat Arm. Hoe vond je de aflevering? Ja, cute, letterlijk. Dat is denk ik het juiste woord. Ja. Dat was wel schattig. Ja, het was echt een schattige aflevering. Ik vond het echt een leuke aflevering. Het was echt een feel-good aflevering. Ja, het programma zei al, of tenminste, hoe heet dat, regisseur? Ja, die zei al van het wordt echt een feel-good aflevering. En uiteindelijk was het ook echt een feel-good aflevering. We hebben hele positieve reacties gehad. RTL kwam met een, hoe noem je zoiets? Blog? Hoe noem je dat? Ja, zoiets. Nou, in ieder geval RTL ging ook helemaal... Show nieuws ook helemaal positiviteit publiceren. Oh ja, respectvol. Dit, dat was wel echt mooi. En ik ben ook benieuwd, als jij hem hebt gezien, wat vond jij van de aflevering? Drop het in de comments. Sommige mensen hadden niet verwacht dat wij zo lief zijn. Ja, toen dacht ik, voor wat zie je me dan aan? Ja, ik ben niet een of andere heks of zo. Oh ja, volgens mij heb je niet alles wat je hier hebt in Nederland, toch? Ja, klopt. Je hebt soms wel echt lelijke items, jongen. Dat heb ik echt meteen. Ja, soms heb je hier echt afschuwelijke items. Zie je een lelijke item? Ik wel. Moet je even één keer een kijken? Ik wist dat je zoiets zou zeggen. Maar wat wil je eigenlijk hebben? Ik heb niet echt per se iets dat ik zoek of zo. We gaan even aan het kijken. Ik wel, ik wil een trui. Ik wil knitwear halen. Niemand vroeg wat jij wilde. Ik vroeg het aan mij. Nee. Kleed eruit. Ga ze heel raar aan de tafel zitten? Nee, dan ga ik niet. Jawel, doe even één keer heel raar. Wat wil jij dat doen? Grapje. Oké, dit is dus echt zoiets cools en schattigs wat echt niemand ooit zou kopen, denk ik. Wie zou dit ooit kopen? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die denkt van, nou ik haal dit voor mijn kind. Het ziet er wel heel vet uit hoor. Nou ja, schattig. Oké jongens, we zijn dus bij Dior. En er gebeurde iets heel grappigs. Pieces scannings. Echt jongen, hier die medewerkers kijken standaard naar je outfit. En dan pas gaan ze je vragen of ze je kunnen helpen. We lopen dus naar binnen. Dus toen zei hij nog niks. We lopen gewoon, toen ging die helemaal zo naar mijn outfit scannen. Toen scande die, toen dacht hij, dat is niet voldoende. Toen keek hij niet aan. Zei hij, oh mevrouw, hoe gaat het? Hoe kan ik haar helpen vandaag? Ja, echt jongen. Welkom. Welkom. We zijn eventjes in de paskamer. We gaan even items passen. Heel grappig ook hoe ik mijn sokken over me. Helemaal naar boven, ziet er echt niet uit. Oké, nerdje. Wat items passen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik denk dat dat deze dingen me niet gaan passen, want het past me nooit. Omdat ik kort ben, lijk ik niet alsof ik... maar ik ben best wel... hoe zeg je dat? Gespeerd. Ik heb wel volume in mijn lichaam. Dat zie je niet, omdat ik kort ben. Dan lijkt het alsof ik klein ben. Maar als je zeg maar kijkt naar de verhoudingen, dan is dit niet per se een vrouwenverhouding. Snap je wat ik bedoel? Dus ik pas niet heel veel. Kijk hier rug. Kijk mijn triceps, jongen. Kijk mijn rug. Willen jullie mijn rugspieren zien? Wauw. Oké, maar imagine dat heel veel vrouwen dan echt, zeg maar, vooral met high-class merken, gewoon super skinny zijn, toch? En dan kom ik aan met mijn zware botten. Grapje. Ja, weet je wat echt grappig is? Mensen zeggen, ik heb een zware bot. Je hebt geen zware bot, je bent gewoon dik. Oh ja, iemand vroeg mij in de aanleiding van die video toen we in de Dior gingen filmen, wat ik me hier heb. Maar ik weet het ook niet. Pigmentvlekken volgens mij, maar ik weet niet precies wat het is. Oh ja, deze zou wel kunnen trouwens. Deze zwarte vind ik eigenlijk ook wel vet. Oh, voor de mensen die zich afvragen wat dit kost. 1.5k. Dus 1500 euro. Euro. Kan je even één keer vertellen? Zo duur. Als je het duur vindt, moet je gewoon wat doen met je inkomen. Want dan gaat wat fout. Ik zie het al. Het ziet er best mooi uit hoor. Is het te strak? Ja, het is wel... Ik weet niet of ik kan zeggen of het te strak is, maar het zit wel op mijn huid. Strak op mijn huid, dat wel. Ik besefte me nu pas dat ik tegen het licht aan het filmen was. Fijn man. Blouses moet ik opgeven. Ik probeer het elke keer weer om toch een blouse te passen of te proberen of whatever dan ook. Ik heb gewoon hoop.
Never give up, hè, jongens. Never give up. Hope makes people survive. Maar ik heb denk ik nog nooit in mijn leven een high-end, of hoe je dat ook noemt, een luxury merk blouse gekocht, omdat ik het simpelweg niet pas. Alleen truien en shirtjes. Zo ziet het er wel goed uit, ja, hoor. Dit gaat helemaal nergens. Dit gaat sowieso scheuren. Je ziet het niet van dichtbij, volgens mij. Maar hoe ik me voel, is zeg maar één keer maar... Oh, dat valt nog mee. Is hij goed? Nee. Hier valt het wel mee, omdat hij mee naar boven gaat. Maar hier trekt het wel echt instant. Dus ik weet niet, ik heb gewoon geen zin om zeg maar bezig te zijn. Dat ik dit moet denken van, niet te ver naar voren. Niet te ver naar voren. Dus het slaat hem nergens op. Nou, ik ga gewoon weer voor oud vertrouwd truitjes. Ook prima. Zit toch altijd lekker. Lekkerder. Oké, maar dit is wel een item die ik echt leuk vind. Of eigenlijk heeft Nina deze uitgekozen. Ik heb dit uitgekozen. Oh, die is eigenlijk inderdaad wel leuk. Ik kies jouw items wel uit. Klopt, jij kiest altijd wel. En dan zeg je in de zin, nee, nee. Dan zeg ik jawel, jawel. Het zou je echt goed staan. Ja. En deze heb ik gekozen. En dan weet ik zeker dat dit dan de leukste is. Klopt. Ik heb wel standaard exact dezelfde items als welke items ik al had. Deze broek ook. Ik heb hier echt 3 van. Eentje is van Tommy Hilfiger. Eentje is van, ik weet het niet. En deze is van Zara. Ik zie nu al dat ik dit leuk vind. Het ziet er sowieso heel comfy uit. Ja, het zit echt heel lekker. Het ziet eruit als echt zo'n casual day. Het ziet eruit als ik ga lekker werken, wandelen en dan een kop koffie drinken. Ja. Zo ziet het eruit. Het is ook gewoon echt een truitje. Kijken van mij. De voorkant. Voor mij. Het ziet er ook echt uit als een truitje voor mij. Het lag ook het naast elkaar. Bijna hetzelfde. Het lag ook naast elkaar. Ik wou hem bijna gewoon nog een keer pakken. Ga ik door met mijn gewoonte van dezelfde items kopen? Why not? Ja, why not. Maar deze doen? Welkom in de mall. Ik weet niet wat ik nog wil hebben. Ik wil sowieso een koptelefoon hebben. Eentje waar ik echt niks hoor. Ik hoor hele goede verhalen over die Apple dingen. Ik weet niet hoe het heet. Maar die Apple dingen. Dat het echt goede noise cancelling is. Dat je daar goed mee kan werken. En ik heb ook nog een laptop tas of hoes nodig. Het liefst iets wat ik in mijn Gucci, hoe heet dat ding? Zo'n Gucci koffer. Ja, koffertas. Ik weet niet hoe het heet. Koffertas, die nemen we vaak mee naar beachclubs. Iets wat ik daarin kan doen. Wat wel matcht. Wat wel matcht, wat ook niet lelijk is. Maar hier hebben ze geen laptophoes, dat was wel jammer eigenlijk. Nee, klopt. We zochten wel. Gewoon eentje die matching was. Ze hadden wel tassen die matchen waren, maar je gaat geen tas in een tas. Een tas in een tas in een tas in een tas. Wij kijken altijd bij mannen ook. En dan komen ze vragen, oh, moet je man of vrouw hebben? Dan zeggen we allebei. Ja, maakt me helemaal niet uit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet eens wist. Laatst had ik ook een badpak voor Nina gehaald. Heeft zeg maar 1 keer gedragen. Nee, 2 keer. 2 keer gedragen. Ik hou niet van zwemmen. Nee. Oprecht. Ik woon bij de zee. Als ik uit mijn balkon kijk, zie ik de zee. Maar met de jachten. Ja, en ook... Heel veel jachten. Jachten, maar ik hou niet van zwemmen. Je nee. Had dat gedacht. Klopt. We hebben ook een filmpje gezien dat er haaien zijn, hè? Ja. Toch? En echt heel veel haaien ook. Oké, ik vind dit dus altijd ook weer van welke kleur moet ik hebben? Ik weet het niet. Ik ben wel iemand die wel standaard voor groen gaat. Ga eventjes opdoen. Het is niet dat ik niks hoor. Ik hoor nog steeds wel minder ruisje. Meer clean. Maar in ieder geval, welke wordt het? Wit? Nee, niet wit. Wit gaat echt vies worden. Die donkere. Of groen? Of groene. Groen of blauw is ook al mooi. Nina was vandaag verslapen. Tot hoe laat? 2:30 of zo. Ja, man. Ik heb gewoon 12 uur geslapen. Nee, zeg maar, ik bedoel dat niet lullig, maar je ziet er echt ziek uit. Je ziet er gewoon echt... Je ziet er echt ziek uit. Dat voel ik me ook. Jij hebt gewoon net al 2:30 of zo, hè, in bed gelegen. Ik heb meer dan 12 uur geslapen. Nou, normaal gesproken slaap ik 6 uurtjes per nacht. Misschien soms net iets minder, net iets meer, maar echt over het algemeen 6. Ik werd wakker om 2:30, ook gewoon zwaar verslapen. Nou, dan weet je dat ik echt ziek ben. Ik had echt 4 wekkers. En ik wilde eigenlijk doorslapen. Toen dacht ik van nee, man, dat kan niet. Dan kan ik vanavond niet op tijd. Ik had je gewoon laten liggen. Ja. Ja, ik had je gewoon laten doorslapen.
is echt next level. En ik wilde gewoon nu lopen, zodat ik ook op tijd naar bed kan. Want ik meer dan 12 uur heb geslapen, maar ik voel me echt fucking ziek. Maar je hoort het ook aan mijn keel, mijn hele keel is gauw. Ja. Oké, ik ga wel even deze vragen. Jongens, wij gaan een hapje doen. Wij gaan even een hapje doen. Ja, precies. Waar heb je eigenlijk zin in? Weet ik niet. Niet? Ik wel, hummus with meat. What a surprise. Raad waar we zijn. Precies dezelfde plek. Nou, wij gaan even lekker eten. Ik heb bruiloftsoep. Ik heb dat nog nooit eerder gegeten. Dus let's try it. Zin in? We hebben eigenlijk al een paar hapjes genomen, maar goed. En een Marokkaanse thee hebben we besteld. Kijk, dit is de Burj Khalifa. Oh ja, en we hebben ook Moroccan tea hierachter. Dit is echt de beste hummus die je ooit in je leven gaat eten. Dus als je naar Dubai gaat ooit, dan raad ik deze zaak aan en haal dan dit. Hummus met meat. Ja, dit is echt lekker. Yum. Goedemorgen, het is maandagochtend. We zijn bij het zwembad bij ons in het gebouw. En ze hebben hier echt een vet zwembad, groot jongen. Met van die boompjes en zo ook allemaal perfect gemaakt. Ja, gemaakt. Perfecte bomen. Oké, in ieder geval, we hebben baantjes getrokken op deze maandagochtend. We voelen ons nog best wel moe. Het is december. Het is winter. Het is hoge winter. En we hebben gaan zwommen buiten. Maar het is Dubai, dus het valt ook wel mee. Oké, in ieder geval, wij gaan ons klaarmaken. En dan gaan we deze week klitten. Oké, jongens, maandagochtend. Lekker gezwommen. Bij ons in het zwembad, in het gebouw waar wij een ultra luxury apartment hebben gekocht. Besef even deze wall art hier achter me. En die lichten hier zo. Nou, in ieder geval, wij hebben dus lekker gezwommen. We gaan nu starten met onze vergaderingen. Na het douchen natuurlijk. En dan gaan we deze week even lekker kapot maken. We gaan er wat moois van maken. Wat ga jij deze week doen? Ga jij in je bed zitten janken of ga je er wat moois van maken? Jongens, als jij een mooi leven wil, als jij een mooie toekomst wil, als jij ook een ultra luxury apartment wil, als jij ook whatever dan ook wil, als je ook in december buiten wil kunnen zwemmen in Dubai, dan moet je wat maken van je leven met een beetje klagen en janken, kom je er niet. Het is niet dat ineens magical een huis naar je toe komt, op je naam staat, dat er ineens een zwembad beneden bij je staat, dat je opeens jezelf wakker tovert in Dubai. Nee, daar moet je gewoon heen, daar moet je gewoon voor gaan werken, moet je je business voor opzetten. Even lekker opschalen, geld verdienen, passief, online, zodat je lekker letterlijk vanaf overal op de wereld kan gaan werken. Dus Monday Motivation, opstaan, ga met die banaan. Want het is allemaal in jouw handen. En jij moet het doen, want niemand gaat het voor jou doen. Alright, dat was hem. Ik zie je bij de volgende. Ciao, ik ga lekker douchen, klaarmaken, vergaderingen en de week hitten.